FC Twente won afgelopen dinsdag met 10-0 van vierde klasse GFC. En dit is een nieuweling, Matthew Smith, de 18-jarige Welshman. Huurling van Manchester City. Dit is de lachende FC Twente-directeur Erik Velderman, die toch echt nog financiële problemen heeft. Want FC Twente is nog lang niet gered. Het eerste wapenfeit is toch echt voor vijfde klasse Vlieringen. Het is Dries Koopman met de kopbal en Joel Drommel moet gestrekt. Dan FC Twente. Dat speelt zonder Wout Brama, die nog kampt met een bovenbeenblessure. En hier is de 1-0 van Ryan Trotman. Die afgelopen dinsdag ook al vier keer trefzeker was in die wedstrijd tegen GFC. Stand met 0-1. Doelpuntenmaker Ryan Trotman. Eerste goal pas na een kwartier gescoord. Het Twente gaat dan door. Deze bal wordt over de eigen goal gekopt door Tieme Koopman en de hoekschop is het gevolg. En die gaat er heel strak in. Richard Jensen is de doelpunt te maken. Jensen die zijn broer Frederik naar het Duitse Augsburg zag vertrekken. Twente gaat door. Schot in eerste instantie geblokt en dan uiteindelijk binnengeschoten door Bappo. Ulrich Bappo. Het schot is van Tim Hulscher en uiteindelijk de volley van Ulrich Bappo. Dit zijn de cabaretiers van de grote degradatieshow die ook aanstaande is. Kemperink en Manuel. Als supporters van Stockholm Oost verkleed en zij zien dat in de tweede helft bij die stand van 0-3 er een penalty wordt gegeven. Buiten beeld is Bas Nijhuis, de leidsman van dienst, even grappig. Zegt dat hij de VAR, de Video Assistant Referee, gaat raadplegen. En dit is Jari Oosterwijk met de strafschop die wordt gestopt. Uitstekend wordt gestopt door Vlieringen-doelman Maarten Oosterik. Twente supporter in hart en nieren. En hier stopt hij de penalty. Oosterik die overkwam van Sarsveldia en nu dus in het doel staat bij Vlieringen. Twente dus niet zo productief als in die wedstrijd in Goor. En hier de combinatie en weer die redding van Oosterik. Vlieringen kiest dan ook brutaal de aanval en dit is bijna een goal van Jitse Nijland. En dat is de zoon van René Nijland die 25 jaar geleden bij het 25-jarig jubileum van Vlieringen wel scoorde tegen FC Twente. Wordt overeind geholpen door Nick Hengelman, dan de doelman van FC Twente. Dat dan doorgaat. Dit is een goede combinatie. En hier is Oosterik wel kansloos op de schuiver van Jari Oosterwijk. 0 tegen 4. Mooi hakje ook van Chris David. Ook hij kreeg speelminuten. Dan aan de andere kant. De vrije trap voor Vlieringen. Jasper Slaghekker ziet die bal zomaar binnen wapperen. En zo komt Vlieringen, evenals 25 jaar geleden, weer tot scoren tegen FC Twente. En die goal wordt natuurlijk gevierd alsof de Champions League is gewonnen. 1 tegen 4. Jasper Slaghekker is de gevierde man. Maar dat is hij niet alleen. Want ook deze doelman, Maarten Oosterik, krijgt een publiekswissel. Wordt gewisseld door Brent van den Kamp. Uitstekend gekiept. Twente gaat dan door, hier met de voorzet en daar de kopbal. En daar zit Van den Kamp, de doelman van Vlieringen, niet helemaal lekker op de kopbal van Jari Oosterwijk. Die tekent voor het slotakkoord van dit duel in Vlieringen. Dat met 1-5 gewonnen wordt, ziet ook Wout Brama, die nog niet in actie kwam. Evenals spits Tom Boeren, die nog kampt met een schaambeenblessure. 1-5 dus, de volgende wedstrijd is een serieuze tegen Heerenveen. Volgende week woensdag.